Luc, schat. Ik dacht dat de jongens hielden van meisjes die net zo waren als zij, de jongens. Dus was ik een fellere Winnetou, een hardere soldaat, onverbiddelijker in het gevecht, ruwer, vredig, roekelozer. Maar de jongens houden helemaal niet van wat op hen lijkt. Ze houden van echte meisjes die zich opmaken en giechelen en over meisjes dingen praten. Die alles doen wat ik mezelf ooit verboden heb. Begeren en begeerlijkheid heb ik duchtig verward. Zijn en hebben ook. Ik werd hetzelfde als degene die ik begeerlijk vond om te hebben. Om zelf door begeerd te worden. Ik moest zo nodig iemand zijn. Kijk, Lucas wilde ik hebben. En om hem te hebben, moest ik een vrouw zijn. Die liefde was meer een weghalen dan een toevoegen. Afbreken, afleren, barsten, verliezen. Vooral veel verliezen. Water, vlees, vet, frases, trucs, gewoonte, controle, oud papier, dromen. Ik moest mijn onzin verliezen. Bij Lucas was ik het opeens met mezelf eens. Ik was licht en eenvoudig. Een simpele som van mogelijkheden die alleen maar bij hem opgeteld hoefde te worden. Het was duidelijk. Hij was het belangrijkste in mijn leven, stond aan de top van de hiërarchie, boven alles en iedereen verheven. Ik wist steeds waarvoor ik moest kiezen. Voor hem. Twijfel verdraag ik niet. Ik kan geen koehandel drijven met het lot. Compromissen sluiten over het belangrijkste wat mij te doen staat in het leven. Daarmee schipperen en meerdere goden dienen. Het is het een of het ander. Ik moet kiezen. Het is niet zozeer dat ik niet verdeeld ben, maar ik weiger domweg om verdeeld te zijn. Als ik bij hem was en het verlangen om te schrijven kwam weer in me op, dan voelde ik dat als een verraad en kon ik wel janken om hem, omdat ik bang was een moment lang niet genoeg van hem gehouden te hebben. Uiteindelijk verdroeg hij die liefde niet. Wie wel? Ze tastte zijn zelfhaat aan, zei hij, en dat hij niet genoeg van zichzelf hield om van mij te kunnen houden. Sinds wanneer heeft deze krankzinnige dooddoener ons in de ban? Welke achterlijke idioot heeft het in de hersens van de mensen zitten stampen dat ze eerst van zichzelf moeten houden voordat ze iemand anders lief kunnen hebben? Het is de meest belachelijke, de meest domme, de meest vredewet ever en ze regeert de 20e eeuw. Het is rabiate nonsens. Jij moet van iemand anders houden en iemand anders moet van jou houden. Dat moet je niet ook nog eens zelf hoeven doen. Dat is onmogelijk. Wie houdt er nu van zichzelf zonder door een ander bemind te worden? Niemand toch? Ja. Een handvol monomane gekken met 9 assertiviteitstrainingen achter de rug. Dank u wel.